En dan was er nog onze eigen 1 april grap. De regionale zender begint een talentenjacht voor pornosterren. Wild West, gepresenteerd door Johan Over de West en porno-diva Kim Holland. Er is niks mooier natuurlijk als Omroep West zegt van we gaan er serieus over meedenken en erin mee. Daarmee haalden ze de woede op de hals van de VVD in Den Haag. En het lijkt me in ieder geval helder dat elke cent die de gemeente en waarschijnlijk ook de provincie in TV West stopt, direct moet worden stopgezet wanneer dit plan doorgaat. We werden overspoeld met reacties. Veel werd erover getwitterd. Er kwamen tientallen e-mailtjes binnen. Zelfs 6 aanmeldingen. Er was zelfs iemand die zijn schoonmoeder had opgegeven. En we kregen een mailtje binnen van een meneer. Mijn vriendin wil al een tijdje iets met porno doen. En toen ik dit las, dacht ik gelijk, opgeven maar. Het is een leuk, lief, spontaan en knap meisje die niet op de mondjes gevallen, schrijft hij. Gefopt. Een schrale troost. Wie gereageerd heeft op de oproep van Omroep West krijgt toch persoonlijk bericht van porno-koningin Kim Holland.